Welkom bij deze Expert Talk. Er wacht je een boeiend gesprek met auteurs van het Expertplein. Welkom bij deze Expert Talk. En deze Expert Talk is met Noortje Janmaat, auteur van het boek Expert Tips over verdienen met video. En Marjolein Cohen, auteur van het boek In 10 Stappen, ideale klanten door social media. Nou, van harte welkom. Zullen we gelijk beginnen met de eerste stelling? Zeker. Nou, deze is de eerste. Een ondernemer die social media niet inzet voor de marketing van zijn bedrijf, is gedoemd tot mislukken. Nou, dat is gelijk een hele pittige stelling. Noortje, zou jij als eerste willen reageren? Nou, het is inderdaad een stevige stelling. En ik zou zeggen, je kunt er zeker wel zonder. Maar je vergroot wel je kansen natuurlijk enorm als je wel online actief wordt. En vooral als je natuurlijk ook zichtbaar wordt met video. Ja. Ja, dus jij zegt de combinatie van social media en video. Ja, zeker. Okay. Ja, natuurlijk ook niet zo gek hè, als je een boek daarover hebt. Oké, Marjolein, wat is jouw visie hierop? Ja, ik denk ook dat video is natuurlijk een heel groot voordeel als je dat doet. Want ten eerste leren mensen je gewoon veel beter kennen van wat voor energie heb je, wat voor uitstraling heb je. En op dit moment worden ook op social media natuurlijk de algoritmes zijn zo ingesteld dat video gewoon ook hoger gewaardeerd wordt. Dus het heeft absoluut een voordeel om met video te gaan. En zeker als je een Instagram bijvoorbeeld neemt met Reels. Mm-hmm. Nou, dat gaat op dit moment sky high. Ja. Dus ik ben het helemaal met Noortje eens. Video is, denk ik, wel een must. In ieder geval is het een grote pre. Ja, en social media is ook een must wat jou betreft volgens mij. Ja. Ja, oké. Dan over video heb ik de volgende stelling. Een video hoeft niet perfect te zijn om hem te posten. Noortje, jij knikt al. Ja, ja, ik denk dat, nou, ik denk dat het voor heel veel ondernemers geldt dat als het op video aankomt, dat de perfectionist in ze aangewakkerd wordt. En nou, we willen het natuurlijk allemaal perfect doen, maar ik zou zeggen, perfectionisme is eerder middelmatig en je kan beter gewoon gaan doen en het met de wereld delen en het ook zien als een leerproces. Hè? Video is gewoon een leerproces. Je moet het gewoon doen om er beter in te worden. Ja. En de vraag is ook, wat is perfect? Hè? Wat de een perfect is, vindt de ander weer niet perfect. Dus, ja. Ja. Marjolein, wat vind jij ervan? Ja, ik denk ook, je moet gewoon gaan doen. En aldoende leert men. En ik zeg ook altijd, weet je, als je het niet doet, dan is stilstaan is eigenlijk achteruitgang. Ja. Dus ja, ik denk dat perfectionisme inderdaad, wat is het? Ik ga zo vaak live en ik maak zoveel fouten en ik lach het gewoon keihard weg. En ik denk dat ook die humor is, denk ik, ook aanstekelijk voor heel veel mensen. En nee, perfect. Nee. Oké. En dan deze. Als je met video's aan de slag wilt, dan moet je wel eerst een goede camera aanschaffen. Marjolein? Nee, ben ik ook niet. Daar ben ik het niet mee eens. Want ik vind met je smartphone is het tegenwoordig, die kwaliteit is zo goed. Dat daarvoor hoef je echt niet een dure camera aan te schaffen. Ga het gewoon eerst eens lekker proberen met je smartphone. Stel dat je dan denkt van oké, ik wil daar veel professioneler mee aan de slag. Dan zou ik pas de investering gaan doen om een dure camera aan te schaffen. Maar in eerste instantie, nee hoor. Nee, oké. Noortje? Ja, mee eens. Ik denk dat het ook eerder als excuus wordt gebruikt van ik heb een goede camera nodig en dan pas kan ik video's gaan maken. Maar dat is natuurlijk een misvatting, want je kan inderdaad met je smartphone video's maken die goed genoeg zijn en die ook al nieuwe klanten opleveren. Dus ik zou eerst gewoon gaan beginnen met wat je hebt en dan kan je altijd nog gaan professionaliseren. Ja, ja. Geen excuus truus hier, hè? Nee, ja. Precies. Ik krijg een vraag binnen van Anke, dankjewel daarvoor. Wat is voor jullie het verschil tussen social media en videocontent tussen, of social media of videocontent, tussen B2B en B2C communicatie? Marjolein, kun jij daar iets over zeggen?
Is een grote vraag. Ik heb hem even niet gelezen. Dus wat is het Weet verschil? je, video is een onderdeel van, denk ik, de hele marketingmix, de hele social media marketing die je opstelt. En ja, het is natuurlijk maar net op wie jij je richt. Als jij als bedrijf een B2B bent of een B2C, het is voor allebei goed inzetbaar. En ik zou zeggen, maak er altijd een goede mix van. Dat je niet alleen video doet, maar dat je ook berichten maakt. Dat je misschien ook eens een audio, een podcast. En op LinkedIn bijvoorbeeld worden op dit moment ook heel veel juist documenten goed gewaardeerd door het algoritme. Dus dat je zeg maar een PDF uploadt. Dus ik denk dat er wat dat betreft geen verschil zit tussen B2B of B2C. Ik denk je moet gewoon doen. Oké. Noortje, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nou, het doet me ook denken aan hoe ik ben begonnen eigenlijk met video. En dat was voor mijn eerste bedrijf Door Noor. En dat was een webwinkel in Kralen en Sieraden. En dat was echt gericht op consumenten. En ik denk dat in de kern gaat het erom dat je iets geeft wat de kijker graag wil zien of wil hebben of wil leren of wil weten. En dat geldt natuurlijk voor een consument, maar ook voor een bedrijf of een medewerker van een bedrijf. Ja, je moet iets geven waardoor het waardevol wordt om naar te kijken. Ja. Ja. Mag ik er nog een aanvullingje op doen? Ik denk als jij weet wie heel goed weet wie jouw doelgroep is en ook weet waar ze behoefte aan hebben, dus dat ze ook weten. Kijk, de een die vindt het consumeren van tekst fijn, de ander vindt het consumeren van audio of van video prettiger. Dus zorg daarom ook echt voor die afwisseling. En als jij goed weet hoe jouw doelgroep in elkaar zit, dan weet je ook waar je de meeste nadruk op kan gaan leggen. Mooi. Ja. Dankjewel. Deze stelling. Live video's zijn beter voor je bereik op social media dan video's die je eerst opneemt en daarna zelf plaatst. Noortje, is dat zo? Nou ja, het hangt er natuurlijk ook van af wat je zelf doet vooraf aan promotie, denk ik dan. En dat is hetzelfde voor dit webinar, wat in wezen ook een live video natuurlijk is. Van als je veel promotie doet, dan krijg je veel kijkers. En natuurlijk als je een live video in het sociale platform zelf maakt, dan hangt het er ook maar af waar je dat gaat doen. Ja, dus als je het bijvoorbeeld op je LinkedIn bedrijfspagina doet, dan is de kans groot dat je niet zoveel bereik krijgt. Dan dat je dat bijvoorbeeld vanuit je persoonlijke profiel doet, omdat die posts veel meer bereik krijgen. Dus ook een live video. Ja, dus Ja. met verschillende factoren samen. Ja. Ja, oké. Dankjewel. Ja, en ik denk ook als je zeg maar het verschil tussen live video en vooropgenomen video hebt, dan is het ook nog afhankelijk van zijn het native video's, hè? Zijn het echt video's die je zelf gemaakt hebt vooraf? Of is het iets wat je deelt bijvoorbeeld vanuit een YouTube, dan zal dat ook minder goed getoond worden. Als je van andermans content het zou doen. En verder ben ik het met Noortje eens. Ik denk wel dat live video op dit moment nog net iets beter bekeken wordt. En uiteraard, als je dat goed promoot, zeg maar vooropgenomen video's. Behalve dan, denk ik, als uitzondering de reels. Oké, ja, want de volgende stelling past daar wel mooi bij. Je kunt op alle social media platformen dezelfde video's inzetten. Marjolein, jij hebt het over, hè, de reels. Dus niet alle Ja, platformen. je hebt op dit moment zoveel soorten. Je hebt natuurlijk op YouTube heb je de shorts, op LinkedIn heb je natuurlijk gewoon dingen. En ze hebben allemaal hun eigen format, hun eigen optimale lengte van hoe lang moet een video zijn. Dus ik denk dat je kan een grote gemene deler nemen, maar het is denk ik wel beter om toch dingen te optimaliseren voor de verschillende platformen. Ja, Marjolein, wat vind jij ervan? Noortje, ja. Als ik kijk naar jou, maar Marjolein. Ja, nee, ik ben het eens. Kijk, Facebook en LinkedIn en Instagram, daar doen korte video's het gewoon
veel beter. En YouTube, daar doen langere video's het beter. En zelf ben ik wel heel erg een voorstander van een lange termijn strategie. En ja, daar is YouTube gewoon fantastisch voor. Want ik heb video's die ik jaren geleden heb geplaatst op YouTube. En die worden nog steeds gevonden en bekeken. Zonder dat ik daar nu nog heel actief iets voor hoef te doen. Sorry? Komt dat? Dat, nou ja, dat je YouTube gewoon veel langer bereik hebt met die video? Nou ja, YouTube is natuurlijk gewoon een onderdeel eigenlijk ook van Google. Hè. Het is ook gewoon een zoekmachine. Dus mensen komen er op een hele andere manier binnen. Die zoeken bijvoorbeeld op Google. En die typen een vraag in en die komen op een video. En nou, zo kunnen ze nog meer video's bekijken. En nou ja, dat wil je natuurlijk benutten. Ook als bedrijf zijnde, ja. En de video's die op bijvoorbeeld Instagram of LinkedIn worden geplaatst, die komen natuurlijk niet in de ranking of in Google daarboven. Ja, dat is dus eigenlijk toch een soort van ja, zonde van de energie, vind ik dan. Tuurlijk wil je wel zichtbaar zijn met dat soort korte video's op LinkedIn. Ja. Maar ja, het is na een week is het meestal al uitgewerkt. En dan heb je daar eigenlijk niks meer aan. Ja. Precies. Ja. Ja, en bedenk ook dat Pinterest is natuurlijk ook een zoekmachine. En ook op Pinterest doen video's het heel goed, juist op die hele lange termijn. Dus ik ben helemaal eens, YouTube en Pinterest zijn daarin voor de lange termijn topplatformen. Maar dat zijn eigenlijk geen social media. Nee. Ja, meer zoekmachines, hè? Precies. Ja, en op Instagram heb je natuurlijk al die reels met al de, nou, alle toeters en bellen erin, met teksten erop en stickers enzovoort. Dat is dat toch wel weer een heel andere soort video, vind ik. Ja, dan krijg je heel vaak meer het fun factor krijg je. En dan ben je minder bezig met echt kennisoverdracht, terwijl je op een YouTube natuurlijk heel veel, hè, how you do it, of do it yourself, of nou ja, hoe je ze ook moet noemen, ik ben het even kwijt. Maar daar gaan mensen echt voor hulpvragen naartoe. Ja. En bij Pinterest zijn het meer inspiratievragen. En dan komen ze ook vanzelf uiteindelijk wel op die, nou ja, helpvideo's. Ja, duidelijk. Ik heb een stelling binnengekregen van Alma. Dankjewel daarvoor. Regionale bekendheid gaat sneller met krant en mond-op-mond reclame als mensen profiteren van mooie producten. Regionale bekendheid gaat sneller. Ja, met als je in de krant staat dus. En mond-op-mond reclame als mensen profiteren van mooie producten. Nou ja. Ja, als ik zelf mag reageren, ik denk dat je sowieso, hè, als je een mooi product levert, dan gaat die mond-tot-mond reclame sowieso sneller. En regionale bekendheid, als je in de krant komt, regionaal, ja, dat zorgt natuurlijk wel voor je bekendheid. Hangt ook van je onderwerp af, denk ik. Ik bedoel, kijk, voor sommige dingen is het heel fijn, als jij een winkel hebt, dan is het natuurlijk heel fijn om regionaal bekend te zijn, omdat mensen dan ook echt daadwerkelijk naar je fysieke winkel gaan. Maar als jij puur alleen een online marketeer bent, dan is nationale bekendheid natuurlijk veel interessanter. Dus ik zou toch die splitsing wel willen maken. Ja, oké. Okay. Ja, en ik denk dat de combinatie toch wel heel interessant is, hoor. Met en offline en online. Dus als je ook online zichtbaar bent, dat kan je ook regionaal inzetten. Bijvoorbeeld met advertenties die je heel gericht regionaal laat zien. Ja, dat is waar. Ja, ja. Goede aanvulling. Ook eens. Ja. Ik ga weer terug naar social media. Met deze stelling, het is het beste om op één social media platform te focussen. Zal ik daar als eerst even op reageren? Ik denk als je een starter bent, dat het heel goed is om eerst je focus op één platform te zetten. En als je iets verder bent, dat je dan op een gegeven moment er twee en misschien nou ja, meer. Maar als je gewoon goed weet waar jouw doelgroep zit, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want als jij al je energie en tijd gaat stoppen in een platform waar toch jouw doelgroep niet is, ja, dan ben je denk ik tijd en energie aan het verspillen. Ja, eens. Ja, eens. Nee, ook eens nog iets op te Ja. Gaan we gewoon naar de volgende stelling.
De volgende stelling, en dat is wel eigenlijk ook mijn favoriet, gaat over recycle content. Alle content die je plaatst, die kun je in een andere vorm hergebruiken. Wellicht op een ander platform of op een ander moment. Noortje, ben je het daarmee eens? Ja, zeker. Ja, ik ben een groot voorstander van hergebruiken. Want ja, je maakt content, er gaat heel veel tijd in zitten als je het goed doet. En ook geld. En dat wil je zo optimaal mogelijk benutten. En dat vind ik bijvoorbeeld een groot voordeel van video, is dat je het op verschillende manieren kan hergebruiken. Als transcriptie, dus als tekst kun je het gebruiken. Je kunt het ook als audio only, dus bijvoorbeeld als podcast. Je kunt er ook afbeeldingen uithalen. Dus je kunt het op heel veel verschillende manieren hergebruiken. Ja. Dus dat is ideaal. Ja. Ja, ik ben het ermee eens. Behalve dat je zei alle berichten. En toen dacht ik even, ik alle weet niet of content, ik alle content zou gaan hergebruiken. Want sommige dingen zijn echt specifiek voor bepaalde platformen. Dus het gros, ja. Maar sommige dingen die zijn gewoon meer geschikt voor één bepaald platform. Je begrijpt, ik heb die stellingen natuurlijk wel heel specifiek gemaakt om jullie een beetje uit te dagen. Ja, ik luister maar goed. Kun je daar eens een voorbeeld van geven dan? Dat wou ik net vragen. Nou, als je bijvoorbeeld een reel hebt gemaakt op Instagram, maar die is echt heel specifiek voor de doelgroep die daar zit. Is, en dat is misschien een hele andere doelgroep dan je op LinkedIn op dat moment wil benaderen. Dan zou ik dat niet gaan hergebruiken. Of als het iets tijdelijks is, omdat je iets aanbiedt, dan zou ik het ook niet hergebruiken. Want ja, dan is dat aanbod al voorbij. Dus wat dat betreft zeg ik, je kan niet alle content altijd maar hergebruiken. Nee. En wat is jullie mening over het formaat van de video bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld in een reel heb je een verticale nodig volgens mij. Op LinkedIn is het dan beter vierkant of liggend of ook staand. Dat maakt het ook alweer lastiger om het her te gebruiken, vind ik zelf. Hoe ervaren jullie dat? Noortje? Nou, ik zou altijd uitgaan van traditioneel filmformaat. Dus gewoon 16 bij 9 landscape. Ja, en dat kun je natuurlijk dan op allerlei manieren hergebruiken. Het zij verticaal, het zij vierkant. Ja, dus dan als moet je je dat. Hem omzetten. Sorry? Dan moet je hem omzetten in een ander ja, formaat. Ja. Bijvoorbeeld Ja. als video te plaatsen op Instagram of op Ja. LinkedIn. Ja, terwijl als je verticaal opneemt, ja, dan kan je niet horizontaal van maken. Of het kan wel, maar dan zie je bijvoorbeeld zwarte balken aan de zijkant en dat is dan weer niet zo vrij. Nee, maar hoe los je dat dan op? Maar neem je het dan twee keer op? Of begrijp ik het verkeerd? Nee, je neemt gewoon één keer op in 16 bij 9, dus horizontaal. Ja. En dan kan je het natuurlijk in de edit, kun je het verticaal maken. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan wil ik wel erbij zetten, hou dan ook rekening mee dat hoe je beeld eruit ziet, of je niet dingen hebt horizontaal die je nodig hebt, ook bij het vierkant of bij het verticaal. Want anders vallen er misschien dingen af. Dus eens, ik zou het ook in landscape opnemen. Maar ik zie wel een trend, en ik weet niet hoe jij dat ziet, Noortje, dat er steeds meer naar één op één gaat. Dus vierkant. Ja. Ja, nou ja, goed, als je de basis neemt van lange termijn, wat wel mijn visie is van YouTube, is daar wil je video's hebben staan. En als je dat als basis hebt, dan kun je dat altijd omzetten naar één op één, dus vierkant of verticaal of een ander formaat. Ja, dus ik zou altijd in horizontaal opnemen. En dan kun je dat altijd monteren naar een ander formaat. Liggend. Ja. Ja. Oké, okay. Duidelijk. Ja. Ja, zou ik ook doen hoor. Oké, we gaan weer even terug naar marketing. Elke ondernemer zou minstens 50% van zijn tijd aan marketing moeten besteden. Noortje, ben je het ermee eens? Nee. Nee? Nee. Dat te veel? Nee. Nou ja, kijk, je wil
je marketing eigenlijk ook zo automatisch mogelijk laten lopen. Ik bedoel, ik heb ondernemers die zijn heel weinig met marketing bezig, maar de video's die doen eigenlijk al het werk. Dus ze hoeven zelf helemaal niet op social media te zitten. Maar ze sturen eigenlijk de video's op pad en die brengen alle klanten binnen. En dan hoef je dus zelf niet meer zoveel te doen. Dat is, klinkt heel aantrekkelijk. Je zegt, die video's op pad, hoe doe je dat? Nou ja, bijvoorbeeld door een advertentie te plaatsen en die gewoon doorlopend te laten zien aan je doelgroep. Ja. Ja. En het voordeel daarvan is dat mensen je leren kennen, ze gaan zich opgeven voor een gesprek. En zo kun je dus je dienst gaan verkopen. En zo hoef je dus heel weinig zelf aan marketing te doen. Ja, nou, dat klinkt alsof iedereen dat wel zou willen. Ja. Oké. Duidelijk, dankjewel. Marjolein, wat vind jij? 50% van je tijd aan marketing? Nou, lijkt me erg veel. Ik denk als jij je e-mail marketing ook goed op orde hebt, dus dat inderdaad de funnels goed lopen en dat je de mensen er goed in kan begeleiden, dan zou je niet 50% van de tijd bezig moeten zijn met marketing. Mits je natuurlijk wel zorgt dat je die leads krijgt en dat die mensen in je funnels gaan komen. Dat je dus eerst de marketing goed op poten hebt gezet en Ja. Als dat staat, dan is het niet meer zoveel tijd nodig. Precies, precies. Okay. Ik denk wel dat het fundament is wel belangrijk. Ja, oké. En Noortje, jij zei het eigenlijk net al, maar deze stelling, die gaat er eigenlijk over. Als mensen je al kennen via social media of video's, dan is het veel makkelijker om je diensten te verkopen. Ja, dat is wel mijn ervaring. Tenminste, de mensen die zich dan opgeven voor een gesprek met mij, ik merk gewoon dat ze eigenlijk al het voorwerk hebben gedaan. Dus ze hebben al video's van mij gezien, ze hebben eerdere klanten van mij gehoord, dus ze hebben videotestimonials bekeken en ze staan eigenlijk al helemaal in de stand van, nou, ik denk dat dit iets voor mij is. Kunnen we daar even over doorpraten en wat is je aanbod dan? Ja. Ja, dus dat is natuurlijk ideaal. Dus je verkort wel heel erg je verkoopproces. Ja, nou ja, dat wil iedereen wel, denk ik. Ja. Ja. Marjolein, hoe ervaar jij dat? Ja, ik denk als je de no like trust, zoals we dat altijd noemen, als je die goed hebt neergezet, dan weet je, dan kennen mensen je al. Dus dat scheelt al zo ontzettend veel. En zeker als ze je dan ook nog vertrouwen, dan is die stap naar uiteindelijk iets van je afnemen, is dan gewoon zoveel kleiner. Dus het verschil tussen een koud contact en een warm contact, dat is denk ik heel prettig. Ja, ik heb een reactie gekregen, of een vraag eigenlijk van Veronica, dankjewel. Ze zegt, goed advies, dat video op pad zetten, Noortje, wat jij zei, van het adverteren. Maar dan moet je wel weten hoe je het beste kunt adverteren. Ja, dat klopt natuurlijk. Ja, klopt. en dat kunnen we natuurlijk niet zo in 5 minuten uitleggen, maar heb je misschien, kun je daar iets over zeggen? Nou, mijn advies is altijd aan ondernemers van voordat je gaat adverteren, zorg dat je eerst weet dat je video ook organisch goed werkt. Want als dat organisch al niet werkt, dan is het ook zonde om te gaan adverteren. Want dan is het eigenlijk zonde van je geld. Dus ga eerst eens testen of je video goed werkt organisch. En als je daar goede reacties of leads uit krijgt, dan kun je verder gaan opschalen en natuurlijk gaan adverteren. Ja. Organisch goed werk bedoel je mee? Dus als je hem zelf plaatst en er komen leuke reacties, dat bedoel je? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Marjolein, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Want jij doet ook wel eens wat met adverteren volgens mij. Ja, kijk ook goed op welk platform het dan ook werkt, je video. Want dat zal dan ook het platform zijn waar je dan zou kunnen gaan adverteren. Want je kan natuurlijk op verschillende platformen adverteren. Hè? Of dat nou Facebook, Insta, YouTube, LinkedIn. Dus ik zou me wel echt richten op één platform dan waar je gaat adverteren. Want anders dan ben je misschien ook wel onnodig heel erg veel geld kwijt. Ja, oké. En je moet altijd natuurlijk kijken van wat is de conversie en hoeveel wil ik gaan investeren en wat krijg ik eruit. Dus hou ook die nummers heel goed, die getallen goed in de gaten. Ja. Deze. In elke video moet een call to action zitten.
Wat vinden jullie daarvan? En call to action kunnen natuurlijk verschillende dingen zijn. En dat kan een oproep zijn om iets te kopen, maar ook om iets gratis te downloaden of iets te gaan doen. Wat is jullie visie daarover, Noortje? Nou, mijn idee was altijd van er moet in elke video een call to action zitten. Maar daar ben ik wel van teruggekomen, want dat hoeft niet per se. Een call to action kan ook bijvoorbeeld in de begeleidende tekst bij je video staan. Dus het hoeft niet per se. Maar vooral als je gaat adverteren met je video, dan wil je er zeker al een call to action in. Ja. Oké. Ja. Marjolein, wat vind jij ervan? Nee, niet bij ieder ding, want anders is het ook zo dwingend. En dan haken mensen misschien ook af, want dan denken ze elke keer, oh, dan moet ik weer iets. En het gaat mij er juist om de interactie aan te gaan, want dan kan je een relatie opbouwen achter de schermen. Dus zorg ervoor dat je het gesprek in ieder geval op gang kan krijgen. En dat hoeft niet altijd door een call to action, maar dat kan ook zijn omdat je gewoon inspirerend bent. En dan, wat Noortje ook zegt in de tekst, kan je natuurlijk altijd op dingen gaan reageren en dan gaat het vanzelf lopen. Ja, nou zijn er misschien wel een hoop ondernemers die wel iets met video willen doen, maar het spannend vinden of denken, dan komt de volgende stelling, alleen ondernemers die er echt heel goed uitzien, die kunnen video inzetten. Marjolein, je begint al te lachen. Ja, wat is goed uitzien? Wat een onzin. Ja, dat is ook een onzin. Ik denk, wees lekker jezelf. En ik denk, iedereen is mooi op zijn eigen manier. En nee, tuurlijk niet. Het gaat om de inhoud. Het gaat om de boodschap. En het gaat helemaal niet om hoe je eruit ziet. Ik bedoel, niet iedereen ziet er elke dag helemaal goed uit. Ik ben vandaag ook niet fit. En nou, maakt het uit. Nee hoor. Ik ben het helemaal mee eens hoor. Ik ben natuurlijk niet het alles. Lekker doen. Noortje, wat is jouw visie daarin? Wat ja, jij... nee, tuurlijk. Ja. Ik zou zeggen, alleen ondernemers met een goed verhaal zouden de video moeten inzetten. En ik denk dat elke ondernemer een bijzonder verhaal heeft. Dus ja. Oké. Okay. En deze stelling. Marjolein, of sorry, Noortje, jij bent natuurlijk ook echt van video testimonials. Mm-hmm. Even heel kort uitleggen wat een video testimonial is en dan kom ik met de volgende stelling. Ja, nou, een video testimonial is gewoon een video waarin je dus je klant aan het woord laat. Mm-hmm. En laat vertellen waarom die voor jou heeft gekozen en welke resultaten die heeft bereikt. Ja. Heel kort. Ja, oké. Okay. Dan deze stelling. Elke ondernemer zou video testimonials moeten opnemen. En dus ook inzetten. Ja, jij vindt natuurlijk van wel, want jij gaat de klant mee. Ja, nou ja, ik zie wat het effect is. En het maakt gewoon heel veel impact. En mensen bekijken die video's echt. En dus het is gewoon heel overtuigend. En het maakt veel meer impact dan bijvoorbeeld een geschreven getuigenis, waarvan je toch misschien kan afvragen van, is dit wel echt het verhaal van de klant of is dit verzonnen? Terwijl een video, ja, daar kan je niet. Dat is gewoon, je ziet iemand dat vertellen en je voelt zelf wel of dat echt helemaal authentiek is. Ja. Dan moet je alleen wel je klanten nog zo ver zien te krijgen dat ze een videotestimonial opnemen. Ja. Ja, en daar zit ook heel vaak schroom bij ondernemers. En het idee dat ze denken van, nou, wil mijn klant dat wel doen? Ja, en ik had dat zelf ook, dat ik het spannend vond om mijn klanten te vragen om een testimonial. Tot ik ontdekte van, nou, mensen vinden het heel erg leuk om je dat te geven. Ja. Dat zou als ze zijn over je diensten natuurlijk. Ja. Ja, dus dan vinden ze het ook leuk om daar iets over te zeggen. Ja, mooi. Ja. Hey Marjolein, heb jij wel eens een video testimonial laten opnemen door een klant? Ja, bij jou. Bijvoorbeeld. Dat jij een klant hebt gevraagd. Dat ik het aan mijn klant heb gevraagd. Maar op een of andere manier inderdaad wat Noortje ook zegt. Mensen hebben wel schroom. En ik denk dat het wel helpt als je dan zegt, oké, zullen we het gewoon nu meteen samen even doen. Dus als je toch al fysiek bij elkaar bent. Want ik denk dat als je het telefonisch vraagt of zo, dan gebeurt het gewoon vaak niet. En het hoeft niet altijd angst te zijn voor dingen, maar het kost gewoon net even iets meer tijd dan het op te schrijven. Ja. Maar ik denk ook dat de afwisseling goed is tussen zowel textuele testimonials als video. En voor op je website is het natuurlijk geweldig om een video te hebben. Ja.
Maar niet iedereen is natuurlijk altijd in de gelegenheid om dan ook een video aan te zetten, omdat ze in een gezelschap zitten. En dan is lezen ook vaak prima. Maar op een sales page bijvoorbeeld is juist die afwisseling, denk ik, heel mooi. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Deze stelling: elke ondernemer heeft een andere ideale marketingmix. Is dat zo? Of bestaat er één ideale marketingmix? Nee. Nee? Nee, ik denk dat het heel erg verschilt per ondernemer. Ja. Ja, dus iedereen moet eigenlijk wel weer zelf eerst ontdekken wat voor hem of haar de ideale marketingtools zijn. Ja. Maakt dat het ook zo lastig, die marketing? Althans, veel mensen vinden marketing lastig. Ja. Nou ja, dat idee van jezelf moeten verkopen, dat vinden mensen vaak niet fijn. Nee, precies. Nou ja, weet je, ik denk dat het heel goed is dat je sowieso van tevoren marktonderzoek doet. Als jij beginnend ondernemer bent en je weet niet eens of jouw dienst of product überhaupt wel gaat aanslaan en je hebt geen onderzoek gedaan, dan ben je misschien ook wel ja, met hagel aan het schieten. Terwijl ik denk, als je gedegen onderzoek doet, dan gaat het wel werken. Ja. Nou, de laatste stelling dan, die past daar heel goed bij. Marketing is altijd een uitdaging en moet je altijd aan blijven werken. Marjolein? Ja, kan er kort over zijn. Ja, nou ja, inderdaad, voor veel klanten is het een uitdaging. En ze willen gewoon het liefst met hun vak bezig zijn en niet eigenlijk liever niet met marketing. Dus ja, dan denk ik ook als je dat gevoel hebt, zorg dat je iemand in de hand neemt die je daar ook strategisch goed in kan begeleiden en adviseren. Ja. Precies. Ja. En lees jullie boek uiteraard over social media en over het maken van video's, verdienen aan video. Je kunt het boek lezen op het Expertplein, dus maak daar gebruik van. En nou, voor jullie ontzettend bedankt voor jullie waardevolle toevoegingen aan deze leuke stellingen. En Ja. ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de slag voor de kijkers. En veel succes met je marketing en je social media en je video's. Dus Nou, nou, bedankt dankjewel. voor de uitnodiging ook, Ja, Daisy. graag gedaan. Leuk, Noortje, om met jou dit te doen, te Ja, mogen doen. zeker. Vond ik ook. Leuk. Fijn dat jij erbij was. Wil je meer weten over deze auteurs? Lees hun boek op het Expertplein. Of beluister in 1 uur de samenvatting van het boek. Ook ben je van harte welkom bij de volgende Expert Talk. Kijk in de agenda en schrijf je gratis in. expertplein.com/agenda. Graag tot ziens op het Expertplein.